de boy voor Tag. Dit is de boy voor Tag. Wil je de girl voor Tag zien? Klik dan in de beschrijving, want daar staat hij op Jas kanaal. En nu gaan we de boy voor Tag zien op mijn kanaal. Dikke improvisatie. Dikke improvisatie. Doe alvast een duimpje omhoog voor deze intro. Wow. Waar hebben we elkaar ontmoet? In Utrecht. Het was een YouTube meeting en daar hebben we elkaar leren kennen. Dat klopt. En toen vond ik jou niet leuk. Ja, dat klopt. En jij mij wel. Friendzone. Ik ben een van de weinigen die de friendzone heeft escaped. Ja! Ja! Wat was je eerste indruk van mij? Nou! Nee, ik vond... Doe eens normaal! Nee, ik vond je een hele leuke meisje. Vond me een hele leuke meisje. Ja, ik vond je een hele leuke meisje. Nee, ik vind je nog steeds een leuke meisje. Ja. En we moesten onszelf voorstellen op die meeting. En je kwam naast me zitten. En het eerste wat je deed was, kijk, jij bent mij en ik ben jou. En dat is Jeffrey dus. En ze kwam zo naast me zitten. Toen deed ze gelijk zo. En toen dacht ik echt van, oké. Dat weet ik niet eens meer precies. Ja, maar... en toen dacht ik echt zoiets van, oké, ook hallo. Maar ik toen op een gegeven moment gingen we, moest je jezelf voorstellen. Toen ging ik grapjes maken en zo. En toen zei zij van, oh ja, dat ging die ook echt doen of zoiets. Want ik zei iets van, ja, ik ga zeggen dat ik 13 ben of zo. En het was een heel flauw grapje, maar zij vond het leuk. En toen vond ik het leuk dat zij het leuk vond. Ja, leuk. Jij bent leuk! Ja. Heb ik rare obsessies? Dat ben ik. Ja! Obsessie is vegan eten. Vegan eten, dat is wel een goede obsessie. Hoe lang zijn we nu bij elkaar? 1 jaar, 10 maanden. En ik weet niet precies hoeveel. Alweer bijna 1 jaar en 11 maanden. Ja, bijna 1 jaar en 11 maanden. Dus bijna 2 jaar. Ja. Welke datum kregen we? 9e. 9 december 2013. Ja, 13 of 14? 13. Het ging zo lang geleden. 13. Wow. 2013. Wow. Hebben jullie een traditie samen? Of wat doen jullie altijd samen? Nou, we gaan echt heel vaak naar de sumo. Dat is echt zowat een traditie geworden. Dat is wel een beetje een traditie. Zodra we uit eten gaan, dan zijn het altijd fastfood restaurant. Dan zijn het altijd restaurants waar je all you can eat gewoon. Altijd all you can eat, omdat wij zoveel eten. Ja, omdat wij zulke vreedzakken zijn. Ja. Volgende vraag! Volgende vraag! Wat was het eerste dat je opviel aan mij? Nou! Hallo, Sam! Nee, je oogjes. En iets anders. Wat dan? Je oogjes. Je oogjes en iets anders? Nou, Jozef! Nee, het eerste wat me letterlijk opviel was, waren je oogjes. Dat je zeg maar... Het tweede! Wat als tweede opviel, dat... Daar gaan we het niet over. Als jullie later groot zijn. Wie draagt de broek in onze relatie? Ik! Ik. Nee, ik was eerder. Sowieso stop ik. Maar. Jij was eerder, maar ik weet dat ik het ben. Stil maar. We krijgen altijd ruzie over deze vraag. Yeah. Next. Stil maar. De tv staat aan, wat kijk ik? Holland's Next Topmodel, Expeditie Robinson en een beetje alle meidenseries die er maar zijn, denk ik. Hoezo alle meidenseries? Nee, ze is echt zo'n Expeditie type. Expeditie Robinson is toch niet per se een meisje? Maar ik zeg Expeditie Robinson en Holland's Next Topmodel en voor de rest alle meidenseries en zo en Holland's Next Topmodel. Wat voor eten vind ik niet lekker? Nou, eerst zei je dat je warme vis niet lekker vond, maar gisteren hebben we zalm gegeten, warme zalm. Ja, dat is waar. Dus dat ben je weer lekker vaag over. voor de rest houdt ze niet zoveel van vlees meer. Vroeger wel, was echt een toffe meid, maar tegenwoordig lust ze geen vlees meer. Vroeger was ik echt een toffe meid! Dan was het hutspot, vindt ze niet lekker. Alles waar wortels in zitten, vindt ze niet lekker. Ik haat wortels. Ik vind het woord als echt awesome. En zuurkool vind ik ook echt. Zuurkool vind ik ook niet lekker. Wat voor drinken neem ik altijd in een restaurant? Water. Of? Water. Of? Water of... Water. Soms neem ik ook iets anders dan water. Dan neemt ze... af en toe neemt ze dan... rosébier. Ja, rosébier! Welke schoenmaat heb ik? Ik wou zeggen 42, maar dat is die van... Ik denk 42? Ja, maar dat is die van mijn eigen... 38 of 39. Klopt. Wat is mijn favoriete broodje? Je favoriete broodje is broodje roomkaas bij de Laplace. Ja, die moest je weten. Ja, die moest ik weten. Ja.
Wat voor talent heb ik? Volgende vraag! Hey! Dat is niet aardig. Jouw talent is plannen, maar aan de andere kant is dat ook geen talent, want zij plant een dag zo in dat je misschien nog 1 minuut tussenspeling hebt tussen dingen van ja, om 2 uur dan gaan we dit doen, dan zijn we daar een half uurtje mee bezig, dan om 2:30 gaan we dus dan daarheen, dat is ongeveer 5 minuten lopen, ja, en dan moet je ook echt binnen 5 minuten lopen, want anders klopt de planning niet. Dat is wel waar wat je zegt. En dan zeg je, ja, en daarna gaan we dus daarheen en daarheen, en dan als we dan geluk hebben, kunnen we ook nog eens een keertje dat doen, in de tussentijd. Dit vind je toch zwaar met mij? Ja. Het is de kleur van mijn oog. Die moet je ook wel weten. Volgens mij was het echt knalblauw. Ja, ik vind blauw wel de mooiste oogkleur. Zeg nou maar gewoon. Bruin. Ja. Wie is mijn beste vriendin? Heb je vriendinnen dan? Nee, grapje. Oh! Grapje. Jouw beste vriendin is Saskia. Saskia en? En Whitney. Whitney en? En Roos? Nee. Of Roos, dat is die de vriendin. En weet je die... Ik ben even de naam kwijt. Ik ga wel eens met haar sporten en je mocht hem nog het volgende. Ja, ja, I know. Lisa. Ja. Lisa, Whitney en Saskia. Wat zou je wensen dat ik niet zou doen? Over zoveel dingen een probleem maken. En stressen. En als ze dan gaat stressen, dan gebeuren weer dingen waardoor ze nog meer stresst. Bijvoorbeeld als Eline stresst, dan bijvoorbeeld is bezig met, weet ik veel wat, koken en dingen. En dan stress hem en dan laat ze per ongeluk een pan vallen en dan is het van, ah, de pan valt ook alweer. En dan daardoor, omdat ze dan weer zo wild doet, valt er weer bestek. En nu is het bestek ook al gevallen. En dan valt er weer wat, ah, nu dit weer. En dan zeg ik, ja, omdat je stresst. Als je gewoon normaal serieus van, oh, dat is gevallen, oh, maakt niet uit. Dan was het geen probleem. Sorry. Ja, inderdaad. Zo ben ik gewoon. Zo is ze gewoon. En jij wilde per se een relatie met mij. Ja, dat klopt. Waar ben ik geboren? Ik weet niet of je dat weet. Haarlem. Ja! Oh, die had ik niet verwacht dat je dat wist. Oh, goed. Wat is mijn favoriete taart? Met witte chocolade op en van die framboos. Ja! En? Wat ik altijd bijna in de restaurants altijd neem. Cheesecake! Ja, cheesecake! Wat kan ik uren doen? Jouw. Nee, grapje. Ik denk series kijken. Series kijken. Ja, dat is wel waar. Of films. Vooral films. Haat series dat er cliffhanger is. Ik wil altijd weten wat afloopt. Ja. Waar zou ik willen wonen? Samen met mij. Samen in met Amsterdam. Me. Want dat wilde ik nog aan jullie vertellen. Ja, wij gaan samen wonen. Ja. Ja. En we hebben vandaag het contract ondertekend. En ik vind het heel erg leuk. Ze vindt het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Vind je het leuk? Ja, ik vind het ook leuk. En we gaan sowieso nog vloggen. Of in ieder geval... Verhuisvlogs. Verhuisvlogs filmen. Dat we gaan samenwonen, dat we samen vloer gaan uitkiezen en samen alles gaan inrichten. Alles samen doen. Ik had ook nog een roomtour of course, of een house tour als het eenmaal klaar is. En laat in de reacties achter als je nog meer vragen voor mij en Jeff hebt, want dan kunnen we gewoon weer een keer een Q&A doen, maar dan samen. Ja. Want als we gaan samenwonen zien we elkaar vast een stuk vaker, dus dan ja, kunnen we vaker, waarschijnlijk vaker, video's samen maken. Dus. Helemaal top. Helemaal. Als je de vlog wil zien waarin we aankondigen dat we samen gaan wonen, klik dan even op het i'tje. En in de beschrijving zie je ook Jeffrey's video van de girlfriend tag. Kijken of ik het net zo goed doe als hij. Ik hoop het wel. Ja, en, ik weet het, want ik heb bijna alles goed. Dus beter dat jij het ook hebt. Dan heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Einde video!